Goedemorgen, het is vandaag maandag en leuk dat jullie weer kijken naar de nieuwe video. Ik heb natuurlijk vannacht bij mijn tante geslapen. En daardoor ging het allemaal een beetje anders dan dat ik dan het gepland zou zijn. Ik zou eigenlijk naar mijn moeder toe gaan, maar ben ik uiteindelijk niet meer geweest. Ik ben rechtstreeks naar het ziekenhuis toe gegaan. En dus mijn tante heeft nu afgezegd. En ik heb twee afspraken in het ziekenhuis. Maar ik ben dus mijn portemonnee vergeten. En ik kan dus... ik heb gewoon helemaal geen OV, helemaal niks. Vandaar. Dus ik moet nog even kijken. En ik wilde eigenlijk die kan ik ook even een keer lekker vuur naar de massage toe. Maar er is nog één groot vraagteken. Oh, het is koud buiten. Nou, oké, goed. Ik ga naar binnen toe. En even nadenken over wat ik zo ga doen. Echt een dik zak ben ik. Het is nu 16:45 en ik ben klaar. En ik heb even eten gehad, want ik sterf van honger. En als je eten hebt, dan hou je echt de meest gekke dingen. Ik heb een broodje mozzarella. Ja, die ga ik sowieso echt als eerst eten. Dat is een beetje opvullend. Ik heb bolussen, ik heb een donut, ik heb snoep, ik heb chocola. Echt niet normaal. Maar nu wacht ik dus op mijn tante. Want ik heb natuurlijk geen OV bij, wat echt helemaal naar is. Dus die is er ongeveer over een half uurtje. Dus ik ga even lekker eten. En misschien ook even, ik heb mijn laptop meegenomen. Misschien ook eventjes aan mijn vlog gaan werken of zo. Weet ik veel. Ik moet iets doen of serie kijken. I don't know. Dus ik ga even lekker eten. Oké, ik voel me officieel echt zo'n erge dikzak. Ik heb een broodje op. Ik heb twee bolus op. Ik heb een donut op en twee balisto's. Dit is echt next level. Ik had zo'n honger. Wat doe jij op? Ik had gisteren bij de week van mijn verjaardag nog een heel leuk cadeautje gehad. Maar ik heb er eerlijk gezegd niet echt heel erg naar gekeken. En het is een pyjama van mijn schoonzusje. Maar to be honest, is het echt een super mooie pyjama. Oh, kijk hoe leuk. Echt leuk. Ik ga hem eventjes passen. Daar ben ik weer. Met de BJB. Eerlijk, hij is super leuk. Ik vind hem echt leuk. Thanks sis. Thanks Abla. Dus. Ik ga heel eventjes achter mijn laptop. Want ik moet echt heel eventjes mijn mails uitkammen. Ik heb zoveel mails gehad. Dus het is ondertussen ook alweer 9:30, dus ik ga ook gewoon lekker weer slapen. Ja, morgen een drukke dag. Veel dingen doen, ik wil veel dingen doen. Ik wil veel uitzoeken. Dus. Bye! Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ga eventjes alles opruimen. Ik heb heel veel was om op te vouwen. Ik begrijp het echt niet hoe dat kan. Anyway. Zeda gaat eigenlijk naar school toe en ook dat moet ik nog eventjes kijken wat ik allemaal ga doen. Oh. Oh, je probeert die schoen aan te doen, maar die moet dan... Zo. Oh, ik moet weer zoveel doen. Oh, en ik ben moe. En ik zou het liefst willen slapen. Maar dat kan niet. Dus. Pak jezelf together. Hoe noemen ze dat nou? Ik weet het niet. Anyway, ik ga even mijn was doen. En daar ben ik lang mee bezig. Oké, van de week zijn dus mijn plinten eraf gegaan. Dus ik probeer even al dat lijm ervan af te halen. Zou ik het weer opnieuw kan lijmen. Maar wat een piep werk is dat. Het is niet normaal, dus ik probeer het met een mesje te doen, maar het is gewoon irritant. Selena gaat naar school. Alright, ik heb net een hele leuke video opgenomen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe jullie dat vinden. Misschien staat hij wel online als deze vlog online komt, misschien niet. I don't know. Maar het is ondertussen 16:45 en nogmaals, ik heb dus iets super leuk opgenomen. Ik heb Selena naar school gebracht. Gelukkig heeft Simone haar opgehaald. Dat scheelde voor mij heel erg veel.
deze toetie, die was net wakker geworden. En ik ga even alle spulletjes opruimen. Daarmee bedoel ik dit boek en zo, of dit doek en zo. Ik wil weer opeten. Anyway, ik ga dus even alles opruimen. En dan ga ik eten maken. Want het is alweer bijna etenstijd. Dus. Deze meid moet ook even de shine krijgen om op de stoel te zitten. De magische stoel. Ja, ja. Call it. De magische stoel. Ah, Milaatje. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ga maar, poes. Jij ook. En wij zijn even lekker aan het eten. Ik had gisteren toevallig een kaart gehad. Die heb ik eigenlijk nog niet geopend, om heel eerlijk te zijn. Ik weet ook niet wat voor kaart het is hoor. Ik weet niet, schat. Het is nog een verjaardagskaart. Ach, van mijn tante. Met twee foto's erbij. Zo zag ik er dus vroeger uit. Kijk dat haar. Mooi, hè? Wow, superleuk van mijn tante. Eventjes. Ik ga heel even een paar foto's kijken, want ik heb gisteren wat foto's gemaakt van Mila. Ik ben er wel even benieuwd naar. Dus die ga ik eventjes bekijken. Dit kan niet. Oké, ik heb nieuwe dingen binnengekregen. Ik ga even alle kaartjes eraf halen. Ben ik al eventjes mee bezig. Maar dan kan ik ze even allemaal wassen. Oké, ik heb sowieso even een vel. Ga ik eventjes mijn nageltjes doen. Niet dat ik... Nee, Mila. Jij koudt ze weer op. Je maakt het weer kapot. Jee. Mila. Maar even mijn nageltjes mooi veilen. Mila, we gaan toch niet over een bank heen lopen. En dan hoop ik vandaag ergens de tijd te hebben om ze nog te kunnen lakken. Ik vind het wel weer een keertje leuk om mijn nagels te lakken. Wat van die mannenvingers. Nou, het is nu 2:15. Nou, het is nu 2:15. Het film je. Nee, ja, het is inderdaad 2:15. Ze heeft niet gelachen. Maar, ja, Sena en Mila liggen dus op bed. Ik heb lekker eten gemaakt en Zeentje ligt ook lekker te slapen. Volgens mij bijna. Bijna. Ik weet alleen niet of het een heel goed idee is dat Sena in bed ligt. Ik weet ook niet of ze echt gaat slapen, maar ze was super zagrijnig. Nou, en jullie krijgen een zak met brood niet open. Dus. Is hij al ontdooid? Hij is nog een beetje bevroren. Ik krijg gewoon bevroren brood hier voor ons getoond. Lekker hoor. Nou, mijn bord is al leeg. Ik ga stuk. Nou, reeds smakelijk. Deze meid is zo mooi, dus ze gaat me opmaken. Dus, zijn we klaar? Oké, deze babe heeft me gewoon opgemaakt. En kijk hoe mooi het zit. Dus daarbij kwamen we gelijk met een idee om een video te maken
voor het doek, niet achter het doek. Om een soort make-up tutorial te maken. Dus laat even weten of jullie dat ook leuk vinden. Want ja, of jullie wel of niet leuk vinden, we gaan sowieso wel doen. Maakt helemaal niet uit. Nee, maar ja. Omdat ik het gewoon heel erg leuk vind, maar... Echt... Nice, babe. You did a good job. Selena. Genoeg nu, schat. Kijk hoe je eruit ziet. Nee, ik hou uit van ze rustig geluid, denk ik. Bel? Dat hoop ik niet. Oh ja, ze zijn wel een pakketje voor me gekomen. Oh ja. Ik heb een cadeautje gehad gekocht. Het is iets heel grappig. Die kaart is het vooral. Happy birthday to me. Die kaart alsjeblieft. Ja, jij mag de ballon zo. Hier, alsjeblieft. Ik hoop echt dat je gaat lachen. Ik hoop echt dat je gaat lachen. Als we het hebben dezelfde humor. Wie zei dit? Ja, wij. Ja, dat snap ik. Dat is het. Oh, by the way, ze heeft de heliumballon ergens in de lucht gegooid. Die is nu ergens... The end of the world. Happy birthday to you. I'm so glad... Oh god, sla mijn Engels lezen, dat kan ik niet. Oh, ik dacht dat je Engels kon. Ja hoor. I'm so glad we've become friends. Het klinkt... Heb ik become friends? Ja. I'm so glad we've become friends. Ik moet zeggen, we've become. Het klinkt super goed tussen ons en hopefully gaat het ook tussen ons kind klikken. Oh ja hoor, ik heb hem al gereserveerd voor Mila. Anyway, even een leuke voorproef van een foto van ons. Kat, die hebben we nog niet. Maar goed, die gaan we zo maken als het goed is. Ja, dat is waar! Dikke kus, Kar en Zeentje. Ah, echt leuk. Ja, vind je het leuk? Oh. Hi, it's your girl Carnage. Ik wil eigenlijk helemaal niet mijn make-up eraf halen, maar ik ga het zo echt doen. Want het moet wel. Kindje slapen, soort van. Mila moet nog slapen. Ik ga heel even die foto's bekijken die we vandaag hadden gemaakt. Ben ik heel benieuwd naar. Mijn moeder komt zo heel eventjes. Ga ik heel even de haren doen, et cetera. Maar eerst ga ik even die foto's bekijken. Goedemorgen, het is vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en ik ben nu even de badkamer. Ik ga heel even mijn kast opruimen, want het. Ik eet hier me hier echt dood aan. Ik gooi er elke keer alles in. En hetzelfde met dit. Ik heb het echt van de week nog gedaan. Ah. En ook hetzelfde met dit. Het is gewoon niet opgeruimd. Dus ik ga het even lekker allemaal opruimen. Als de kinderen het niet nog erger maken. Oké, dan gaan we. Hey. Vangen, vang, vang. Kijk zo, vangen, vangen. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, nog een keer. Nou, na 3 jaar is mijn badkamer weer schoon. Het is letterlijk 4 uur geweest. Maar ik heb alle laadjes gedaan. Het ziet er nog steeds allemaal uit. Maar ik heb het in ieder geval weer even goed gesorteerd. Even alle luiers bijgevuld. Kijk, deze ziet er wel beter uit. Onze voorraadkast. Zo.
Nou, deze was al zo. Maar dit vind ik het fijnst. Deze is echt weer mooi opgeruimd. Dus nu ga ik verder met mijn ontelbare was. Toch meer? Ja. Hey, daar is Mila. En waar is Selena? Hallo? Hallo? Hey! Nou, next step is mijn kast. Ik heb hier allemaal rotzooi. Het leuke is wat ik gewoon tegenkom. Wat ik gewoon tegenkom. Echt lang niet aangehad. Ik ben ook benieuwd of ik dit nog pas. Waarschijnlijk is het te groot, denk ik eigenlijk. I don't know. Wel leuk om terug te zien. Hap. 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 Dat is iets nieuws wat ze dus de afgelopen dagen doet. Ze heeft die jurk van de zus aan. Hap. Ik ben allemaal foto's aan het terugkijken. Ik was toen al niet helemaal 100. En kijk bij de way het haar. Goedemorgen, Lea. Oké, hier staat ze. Nou, zoals altijd ben ik weer een beetje laat. En ik ga ook nog eens filmen. Mondkapje. Anyway, Selena, doe maar niet, schat. Doe maar niet. We gaan naar school toe. En ik heb een kwartier op de fiets en er staat super veel wind. Dus, let's go. Vielen lekker net marsmannetjes? Ja. Ja. Ben je aan de marsmannetjes? Ja. Oké, kom, schatjes. Ik ben bij mijn broer aangekomen. Net trouwens al. Selena naar school toe gebracht. Maar ik had dus helemaal geen luiers meegenomen. Dus ik was heel even naar mijn vader toe gegaan om even luiers te halen. Wij gaan zo mijn broers zolder schoonmaken. En opruimen. Milaatje gaat naar opa toe. Dus die komt daar zo ophalen. Maar ik heb even gerend, dus we nemen hem uit adem. Oké, ik loop vast naar boven. Dan zijn jullie erbij. Oh, ik ga geschokkerd. Ik ben, oh my god. Dit kan echt niet. Ik snap echt niet hoe je zo kan zijn. Wat de hel. Oh my god. Ik kan hier bijna gaan wonen. Zo groot is de zolder. Oh, moed. Zo groot is de zolder hier. Anyway, ik ben bij mijn vader en mijn moeder die gaat nu weg met mijn dochter. Anyway, die gaat nu weg. Mila ligt nog te slapen en ik ga eventjes wat eten en even chillen. Want ik heb gewoon even een uurtje voor mezelf als Mila toelaat. Inshallah. Dus ik ga even lekker zien kijken, denk ik. Oké, ik ga lekker bruin worden. Hopelijk. Oké, ik ben terug. Al een tijdje, maar ik zit weer te horen. Oh, op bed. Dit heb ik net eventjes bij de G-man gekocht. Allemaal van die doosjes. Want Selena is echt een vriendelijk meisje met allemaal van die kleine dingetjes. Ik denk, nou, laat ik het ook maar een keertje op gaan ruimen. Hey. En het tweede dingetje wat ik heb gehaald is... Bam, 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 bam. Ik heb er nog nooit van gehoord, ik heb het nog nooit gebruikt. Maar ik moet hoog nodig mijn wenkbrauwen doen. Dus die ga ik nu eventjes met jullie doen. Dus lekker appelflap als ontbijt. Ik bedoel avondeten. Oké, okay, let's begin. Nog even een hapje voor de stress. Ik ben dan. Moet hem eruit halen. De dop er of course afhalen. Oh, we zijn nog te. Oh, ik heb een paniek. Keep me love, keep me up, give me all you can. I feel like I'm not awake.
doe je het niet. Oh. Nou. Er gaan dan 3 haartjes. Kun je het zien? Nee, niet. Waarschijnlijk zie je het niet. Oké, nog een keer S. Je kan dit. Misko! Oké, eens en nooit meer. Ik heb mezelf 2 dingen voorgenomen. Of je gaat gewoon lekker naar de schoonheidsspecialist waar je altijd heen gaat. Of je epileert je wenkbrauwen, want ze zijn helemaal energiek. Maar ja, het horen ook zegt gewoon dat ik onder de zon lang ben geweest. Ben ik ook, by the way, maar... Oh, ik wil dit optrekken. Anyway, ik ga mijn spullen pakken en dan ga ik lekker naar mijn moeder toe. Want Mila die slaapt bij Simone en Selina slaapt bij mijn moeder. Maar... Oh, ik ben moe en ik wil slapen. En het is ondertussen 7 uur. Anyway. Ik ga nog even een paar spullen pakken en dan ga ik lekker naar mijn moeder toe. En dan lekker slapen. Oké, ik ben bij mijn moeder aangekomen. Dus ze zegt, kom eens, ik wil je even wat laten zien. Welkom in Windwonderland. Oh my god. Mom. Mam, hoeveel kerstbomen heb je? 6. Op die kamer staat er ook nog één. Oh my god. Hé, hey, Efteling-dorp. Kikken. Oh my god. Dus ik ga op een gegeven moment naar mijn moeder toe fietsen. En niet erbij stilstaan dat om 8 uur hier in mijn dorp protest tegen vuurwerk... Door vuurwerk af te steken, gingen beginnen. En ik hou me daar ook helemaal niet mee bezig. Ik wil ook niet een uitgesproken mening daarover hebben. Maar waar ik wel een uitgesproken mening over wil hebben, is dat ik er doodsbang voor ben. En vooral als ik op de fiets zit met 500 tassen. Dus dat moest ik even met jullie delen. Anyway, ik ben nu bij mijn moeder. En Selena ligt nu in mijn bed. Dus ik ga even nog even bij haar liggen en dan gaat ze naar boven toe. Dan kan ik gewoon even een keertje weer de hele nacht doorslapen zonder wakker wordt gemaakt door Selina en Mila. Zo, so, well trusting to you, eh? Oh, by the way, dat heb ik jullie nog niet laten zien. Maar dat zien jullie vast morgen wel. Kijk, heel mijn wenkbrauw ligt open. Never again.
soms heb je gewoon die mondkap op en dan besef je gewoon helemaal niet meer dat je dat ding op je kop hebt. Super raar. Maar goed, ik ben dus lekker naar de kapper geweest. En ik ben weer een heel stuk blonder. Dit keer niet helemaal haar gedaan, omdat ik dat echt altijd doe. Dus dat doe ik de volgende keer alweer. Ik heb trouwens ook een paar leuke dingetjes gekocht. Laat ik zo wel zien. Ging bijna. Anyway, ik ben dus nu onderweg naar mijn moeder. Het is 2 uur. Ik moet plassen, ik heb honger. Oh, kan niet meer. Kindjes die komen zo. En dan gaan we vanavond lekker Sinterklaas vieren. Weet je, soms vragen mensen zelfs aan mij. Vind je het niet awkward en zo om in de camera te praten? En to be honest, soms dan heb ik gewoon zin om tegen iemand te praten. En dan in dit geval wordt er ook nog naar geluisterd en gekeken. En dan gebeurt ook niet vaak dat er naar geluisterd wordt. Dus ja, moet ik even zeggen. Oh, heerlijk soms waar mijn moeder woont. Zo lekker die bossen. Oh, een klein stukje. Kijk! Dat ze! Dat ze! Maar hadden wij hier natuurlijk ook met die kozijnen. Dus soms moet je gewoon even. Wow! Dat doet mama top! Moet ik even zien, het spelletje. Nee, ik wil het niet zo doen! Dan gaan wij allemaal bij zitten. Lekker allemaal voor elkaar. Ik ben echt benieuwd. Lekker reis nog kleed, jongens. De vorige keer hadden we een zak. Die staan nog te ver eigenlijk. Oh, dat was de zon. En toen Brief! Au! Bedankt. Hey. Ik ben blij met mijn tweede. Ik ben er echt jaren mee bezig. Ik ben er niet. Oh, ik ben niet. Hey, hebben jullie een cadeautje gehad? Oh. Hey, maar er zit ook een brief in. Zullen we die eerst even lezen? Ja. Jij hebt Elsa huis gekregen. Wauw, wat is dit, schat? Oké, to be honest, ik ben helemaal de klus kwijt met welke dagen en waar ik gebleven ben. En zondag, dat was dus gisteren, dus vandaag maandag, had ik mijn camera niet, want die lag dus bij mijn broer. Dus ik heb al een paar dingetjes gefilmd met mijn telefoon, wat ik gewoon super schattig vond. Maar ik heb niet hele dingen gefilmd ofzo. Anyway, ik zou zondagavond bij mijn moeder slapen. Alleen omdat ik maandag al mijn afspraak had in het ziekenhuis. En Slinna had ineens koorts. Dus ja, uiteindelijk ben ik thuis gebleven. Heeft Slinna bij mij geslapen. En ja, ik heb een paar video's opgenomen. Dus ik moet echt heel eventjes gaan kijken hoe en wat. Maar goed, bij deze sluit ik dan wel deze vlog af. En dan ga ik zo beginnen met mijn nieuwe vlog. Want ook dat heb ik dus niet helemaal gedaan. Nou, goed. Er komen heel veel leuke video's aan. Er staan er sowieso 2 op de planning. En waarvan ik gewoon, ja, waarvan ik het super leuk vind. Eén is een mega huge unboxing. Dus, en de andere, ja, die heb ik nog even voor me. Zie ik nu vanzelf. Vonden jullie het leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal om geen video's meer te missen. Bye!